Ja, u heeft het aan de levende lijve reanimatie ondervonden. Hoe was dat? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want bij mij, ik stond te tennissen en van het een op het andere moment ging de schakelaar om. Dus de werkelijke reanimatie heb ik dus niet bewust meegemaakt. Zeggende dat gedurende de reanimatie dat ik omstanders tijdens het reanimeren hoorde zeggen, hij komt bij. En toen zakte ik weer weg en ik kwam helemaal weer bij op het moment dat ik de ambulance ingetild werd. Het was voor mij een dusdanige shock dat ik kwaad was op mijn eigen lichaam. Ik heb altijd goed gezorgd voor mijn lichaam. Ik heb al sportief geweest. Ik heb nooit gerookt. En toch omvallen. Toch reanimatie. Toch een hartfalen. Wat vindt u nou van zo'n reanimatie-estafette? Dat moet voor u heel belangrijk zijn, denk ik. Het is ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat ik eigenlijk het levende bewijs ben dat het zin heeft om goed te leren reanimeren. Met name de omstanders. En eigenlijk een ander detail is dat een week of 7 geleden is mijn broer is hetzelfde overkomen. En die is ook door omstanders gereanimeerd en die is ook goed vanaf gekomen. En ik denk als geen ander dat het ongelooflijk belangrijk is dat ze veel mensen leren reanimeren. Dat ze mensen adequaat optreden gewoon bij zo'n hartaandoening. Zodat mensen, veel meer mensen het zo goed kunnen overleven als ikzelf. Bent u nou zelf ook een reanimatiecursus gaan volgen? Nou ja, het pikante detail is dat ik zelf jarenlang in de gezondheidszorg gewerkt heb. Ik heb jarenlang in de hartchirurgie gewerkt. En ik weet als geen ander hoe je moet reanimeren. En ook, ik heb zelfs hele intense reanimaties meegemaakt bij zeer jonge mensen.